Brussel, dames en heren, is een belangrijke stad voor het Vlaams beleid. En nu er in Brussel het inburgeringsrecht wordt ingevoerd, zou een verschil in kostprijs tussen Franstalige en Nederlandstalige cursussen een verschuiving kunnen veroorzaken. En daardoor zouden we tekort doen aan een andere uitdrukkelijke ambitie die deze Vlaamse regering heeft, namelijk te waken over het Vlaamse en het Nederlandstalige karakter van onze hoofdstad. Om de drempel laag te houden, hebben we de intentie om voor de inwoners van het Brussel of stedelijk gewest, die tevens een inburgeringstraject in het Brusselse of stedelijk gewest volgen, dus voor de inwoners in Brussel, die een traject volgen in Brussel, een uitzondering te voorzien en de cursussen voor deze mensen gratis te houden.